Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. In samenwerking met Sportnieuws.nl praten we met alle nieuwe Nederlandstalige tourkaartwinnaars op Q-School. En vandaag spreken we met een van de grootste talenten van Nederland. Het is Gian van Veen. Gian, hoe voelt het nou om die tourkaart binnen te hebben? Ja, super, super gevoel natuurlijk. En kijk er heel erg naar uit om te beginnen. Dat is hartstikke mooi. Je ging eigenlijk al naar Q-School als een van de grote favorieten. Hoe ging je daarmee om? Ja, kijk, natuurlijk zegt iedereen dat wel. En ik heb het ook echt wel overal voorbij zien komen. Maar ja, het is veel makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Dus ja, ik voelde die druk wel, natuurlijk. Alleen ik wist ook wel, het is zeker mogelijk. Ik voelde mezelf ook wel als een van de kanshebbers. Niet als de grote favoriet, want als je daar ook rondkijkt, zeker denk ik bijvoorbeeld 2, 3 jaar geleden, dan mannen die zag ik toen zeg maar op tv. En dan nu sta je daartussen en dan zegt iedereen, ja, jij bent wel de favoriet. Dus dat voor mij voelde het totaal niet zo. Maar ja, ik heb vorig jaar wel echt een heel goed jaar gehad. Dus ja, het voelde wel als mijn tijd, zeg maar. Dus ja, ik voelde die druk wel. Maar ja, ik ben blij dat ik hem heb gehaald. Hoe is dat eigenlijk om tegen de darters te spelen waar je dan vroeger op tv naar keek? Ja, nu heb ik dat laatste tijd, vind ik dat eigenlijk wel een stuk meevallen. Kijk, aan het begin, zeker de eerste keer Pro Tour, was dat wel dat ik dacht, wauw, dit is wel echt waar je het voor doet natuurlijk. Normaal zie je week in, week uit iedereen op tv of op de Eurotour ze gooien. Want ik ben ook echt een dartliefhebber. Ik volg het ook bijna overal, zeg maar. Dus ja, dat was wel echt leuk. Maar nu, ja, je bent het toch natuurlijk ook voor jezelf. Dus ik heb daar nu al minder moeite mee, gelukkig. Op Q-School, je eindigde op de 9e plek via de ranking. 10 mensen op die ranking pakken de tourkaart. 3 keer haalde je de laatste 16 in die 4 dagen van de final stage. Waren er zenuwen in die dagen? Want het was eigenlijk vooral ook puntje sprokkelen natuurlijk, iedere dag. Ja, inderdaad. Het was niet echt één goede dag hebben en je bent er wel zo goed als zeker. Maar ja, ik denk dat dat ook wel mijn kracht was afgelopen jaar. Zeker op het eind van het jaar. Ik heb veel constante toernooien gehad. Zeker ook op de Pro Tour. Vaak laatste 32. Bijna nooit de eerste ronde verloren. Dus ik had wel het gevoel dat dat wel zou kunnen, zeg maar, met 4 goede dagen. Alleen ja, dag 1 begon al goed, maar ik verlies dan van Owen Roelofs. Goede vriend van me. Ja, weet je, het was gewoon een echte goede wedstrijd van beide kanten. Dus ja, dat is geen schande, helemaal niet. Maar ja, ik wist wel als je dit gewoon. Toen had ik dan natuurlijk 1 puntje, maar heb je dan gewoon nog 3 goede dagen? Is het nog niks aan de hand? Maar ja, die eerste twee, of die tweede en derde dag had ik eigenlijk niet zo heel last van spanning. Maar die laatste dag merkte ik het wel. Het was wel. Zeker die avond ervoor merkte ik het heel erg. Maar ja, je voelt wel, het is 1 dag die de aankomende, in ieder geval het aankomende jaar, heel erg gaat bepalen. Dus ja, het is erop of eronder inderdaad. Maar nou ja, gelukkig is het niet ten koste gegaan van mijn spel. Ik las ook in een artikel dat op die laatste dag van Q-School dat de sfeer in het algemeen ook een beetje omsloeg. Ga je dat een beetje omschrijven? Ja, klopt. Dat heb ik inderdaad gezegd. Want ja, je merkte gewoon de eerste paar dagen, ook onderling was het allemaal. Ja, sowieso, de laatste dag was ook sportief, daar niet van. Alleen ja, wat gezelliger. Iedereen was wel in voor een lolletje. En de laatste dag was dat. Voor het toernooi was iedereen meer van ja, leuk, maar vandaag is wel echt de dag dat ik er moet staan en je doe je het voor. En ik snap dat wel, maar ik zelf zou dat minder hebben. Omdat ik denk, ja, als je het net zo doet als altijd en dan gaat het ook goed, dan waarom zou je het dan op zo'n moment veranderen? Ja, want hoe ziet jouw voorbereiding er dan een beetje uit? Juist een beetje gezellig en juist rustig aan, als ik het zo hoor? Ja, ik begin, ik wil er altijd zo'n 2,5 uur ongeveer van tevoren zijn. En dan is het gewoon lekker een beetje warm gooien, onderling wat spelletjes doen. Ik speel, gooi heel veel warm-up spelletjes, zeg maar, met Owen ook, Roelofs. Dus dat hebben we op Q-School ook gedaan, doen we eigenlijk overal. Challenge Tour deden we dat vorig jaar, Development Tour. Doen we een paar spelletjes ook tegen anderen. Ja, om echt warm te worden, zeg maar. Maar dat is ook vooral gezelligheid, inderdaad. Dus, maar dat laatste dag was dat wel. We deden dan de eerste 3 dagen met dezelfde 4 eigenlijk elke keer. En de laatste dag wilde het opeens niet. Dus ja, dan merk je wel van, nou, dat is ook niet erg. Maar ja, daaraan merkte ik het wel heel erg. Ja, dat ze het dan in één keer anders aanpakken op die Ja, laatste dag. precies. Precies. Maar het is niet erg. Iedereen zijn eigen ding. Dus geen probleem. Heb je nog een beetje kunnen vieren toen je 100% zeker was? Nee, niet echt. Want ik zat nog in het toernooi. Dus toen ik eenmaal hoorde dat ik echt zeker was, toen moest ik nog een wedstrijd gooien. Nou, ik wilde natuurlijk wel gewoon winnen. Dus het was wel de bedoeling. Iedereen was heel blij voor me.
Natuurlijk was ik zelf ook blij. Alleen ja, ik dacht, ik wil wel gewoon, ben niet voor mezelf. Ik wil natuurlijk ook gewoon toernooi winnen en laten zien wat ik kan. Maar nu ging de ronde daarna wel vrij hard af. 6-1 tegen Barry van Peert. Nu gooide hij wel echt een heel goede wedstrijd, dus het was geen schande, maar goed. Ja. Ja, nee, ik heb het op dat moment niet echt heel erg kunnen vieren. Toen ik eenmaal eruit lag en toen echt klaar was, toen wel. Toen was ik wel echt. Toen viel ook alle druk van me af. En ja, het was wel een heel mooi moment. Hey, je komt uit Poederoy, een heel klein dorpje in Gelderland. Begon je ook Ja. daar met het darten? Ja, op zich wel. Het is. Ik voetbalde altijd tot ik 10 was ongeveer. En toen op een 9e of 10e was er een darttoernooi bij de voetbalvereniging. Waar ik aan meedeed en dat toernooi won ik ook. En daar waren ook wat andere regionale darters, zeg maar, die zeiden: ja, je moet er wel wat mee gaan doen als je het leuk vindt, want je hebt wel talent. Dus toen ben ik er eigenlijk mee begonnen. En ja, zo ben ik er een beetje ingerold en ik ben eigenlijk nooit meer gestopt. Ja, en als mensen jou zien spelen, dan zien ze best wel een bijzondere gooistijl eigenlijk. Was dat al vanaf dat eerste toernooitje af aan dat je op die manier Nee. gooide, of hoe komt dat? Nee. In de jeugd heb ik anders gegooid. Ik denk net voor de coronatijd. Nee, ik denk wel iets ervoor. Maar ben ik geswitcht van stijl, zeg maar. Omdat ik merkte met thuis en met ingooien zonder druk ging het allemaal goed. Alleen toen, als er dan eenmaal druk op kwam, dan begon ik mijn pijlen net allemaal onder de triple. Ja, door de spanning, zeg maar, op mijn arm. Dus toen heb ik bij mezelf gedacht, ja, als ik mijn pijlen nu vlak naar het bord gooien, zeg maar. Dus als ze vlak in het bord staan, dan als ze dan onder zitten, zou het perfect zijn. Ja. Dus dat heb ik mezelf eigenlijk aangeleerd. En ja, sindsdien is het alleen maar beter gegaan. Dus nee, maar het is niet heel natuurlijk, inderdaad. Oké, maar die stijl die kan je nu, die voelt nu wel automatisch, neem ik aan. Ja, zeker. Ja, zeker. Hoe keken je ouders eigenlijk naar je tourcard winst? Je bent nog maar 20 jaar namelijk. Ja, klopt. Nee, ja, heel leuk. Ze supporteren me sowieso altijd. Nu is mijn moeder, ja, ze vindt het niet leuk dat ik dit zeg, denk ik, want ze gaat het ook zien. Maar nu is ze vrij wel van haarzelf heel erg gestrest. Dus ja, ze mag voor mij best mee, maar op zo'n toernooi heb ik dat dan liever niet, inderdaad. Maar nee, heel leuk. Mijn moeder en mijn vader, ze supporteren altijd. En mijn moeder was toen ook mee naar de Player Championship Finals vorig jaar. Maar nee, ze waren echt heel blij en ze gunnen het me ook heel erg. Mooi. Ja, je hebt het er inderdaad al over. Vorig jaar, je stond op de Players Championship Finals, een tv-toernooi. Ook mede doordat je de finale haalde op een van de Players Championship toernooien, zonder dat je überhaupt nog een tourkaart binnen had. Die verloor je toen van Garin Price. Was dat het jaar 2022 een beetje het jaar dat je echt het gevoel kreeg van oké, ik kan gewoon tot de absolute top behoren? Ja, zeker. Vorig jaar heb ik een heel goed jaar gehad, inderdaad. Wat ik eigenlijk zeker niet had verwacht. Zeker niet als je het eind van vorig of het jaar ervoor en het begin van het jaar kijkt. Niveau was wel goed, maar zeker op Q-School en de eerste weekend Challenge Tour had ik heel erg last van tartaritis. Waardoor het ging wel, maar het was niet meer leuk. De wedstrijden duurden heel erg lang, het kostte heel veel energie. Maar daar ben ik langzaam van afgekomen. Dus nee, als je. De mensen die mij toen zagen, zeg maar, met Q-School, als ze dan nu dit zien, dat is heel verschil. Maar nee, ja, verder heb ik wel echt een heel mooi jaar gehad, inderdaad. Zeker met 2 titels, finale van de Pro Tour, 2 Eurotours gehaald. Na het debuut op het tv-toernooi, dat is echt een heel mooi jaar. En zeker, zulke resultaten geven dan wel het vertrouwen ook voor dit jaar. Want het is natuurlijk niet meer nieuw. De Pro Tour, je weet wat je kan verwachten en je weet waar je zelf toe in staat bent. Dus hopen dat we dat mooi door kunnen zetten. De Pro Tour, dat zijn inderdaad de Players Championship toernooien. De Ja, Eurotour klopt. hoort er eigenlijk ook bij. En daar mag je pas aan meedoen als je een tourkaarthouder bent of als je hoog op die Challenge Tour Klopt. ranking staat. Een stukje persoonlijk, je bent toch student, je studeert nog. Binnenkort las ik, moet je een afstudeerstage doen Ja, op klopt. Schiphol. Valt dat überhaupt te combineren? Jawel, jawel. Dus ik begin inderdaad 6 februari met de stage en het weekend van 10 of 11 februari zijn de eerste Pro Tours. Dus ja, het is wel lastig te combineren, maar ja, ik ga mijn best doen. Ik zit dan nu in een afstudeerstage, dus dat is wel echt de prioriteit om dit jaar af te studeren, mijn diploma te halen. En dan, ja, stel het gaat een keer ten koste van een weekend Player Championship, dan is dat niet anders. Maar het is wel de bedoeling inderdaad om te combineren. En nu zijn de mensen van mijn stage zijn ook wel vrij, vinden dat ook leuk.
Okay. Dus dat scheelt wel. Dus zijn, als hoop ik, in ieder geval wel flexibel. Ja, je studeert dus luchtvaarttechniek. Is dat echt iets wat je, waar ook je passie in ligt? Of was het meer, je moet een studie kiezen, dan maar deze? Ja, het laatste vooral. Ik vind luchtvaart wel heel interessant. Zeker nu na 3 of 4,5 jaar. Ondertussen alweer, dan denk ik wel, ja, ik heb wel de goede keuze gemaakt. Maar het was, toen ik mijn studie moest kiezen, was het wel van, nou, wat wil ik niet? Toen ben ik de open dagen afgegaan met mijn vader. En toen was dit uiteindelijk wel het leukste. En ik heb er zeker geen spijt van. Maar nee, het is nooit echt dat ik al vanaf kleins af aan wist van, ik wil de luchtvaart in. Dat lijkt me ook lastig met passie nummer 1, darten. Dat Ja. je dan daarnaast ook nog een andere passie doorheen moet drukken. Ja, dat is ook zo. Maar nee, ik heb er zeker geen spijt van. Duidelijk. Je zei eerder al dat je ook gewoon een dart-fan bent. Ik weet dat je ook op Twitter best wel actief bent. Wie is eigenlijk je idool in het darten? Waar kijk jij het liefst naar? Naar wie? Dat was toen ik begon, was dat altijd Gary Anderson. Want ja, dat was toen in de jaren, wat was het, 2011, toen de WK-finale. Tegen Lewis, dat was zo'n mooie finale, vond ik. En zeker in die tijd, en later ook nog 2 keer wereldkampioen. Maar het zag er zo makkelijk uit bij hem. Zo moeiteloos leek het, in ieder geval. Maar nu de laatste jaren, ja, niet zo heel erg meer. Ik vind Johnny Clayton vind ik altijd leuk om naar te kijken. Omdat, ja, voor hem is het ook echt meer een passie in plaats van werk. Het is meer een hobby eigenlijk, dus dat vind ik altijd wel leuk. En het is gewoon een heel sportieve man. Winst of verlies, dat nooit echt boos daarover. Of zo. Dus dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Toen je tourkaart won, heb je berichtjes van die topdarters gekregen? Nee, viel eigenlijk wel mee. Ik heb Danny Noppert, die stuurde een berichtje. Maar ja, dat zijn ook wel een beetje de mensen waar ik mee optrek, zeg maar, of optrok op de Pro Tour vorig jaar, zoals een Luc Peters en Kevin Doets, dat soort mannen, zeg maar. Dus ja, dat zijn wel de mensen die je dan ook persoonlijk kent. Dat is altijd wel leuk. Ja. En je speelde ook in het Nederlands team bij in de softtip discipline. Ja, dat is met van klopt. Die plastic pijltjes op de machines. Eigenlijk wat in Nederland eerst populair was. Zeg je die tak van sport nu definitief vaarwel met je tourkaart? Definitief wil ik niet zeggen, maar het is wel eigenlijk al sinds afgelopen jaar op een lager pitje gegaan. Ik ben in april vorig jaar nog Europees kampioen geworden. Maar daarna heb ik ook gezegd, nee, ik vind het wel mooi geweest. Want toen ging het eigenlijk net goed inderdaad met de steeltip en met de normale toernooi. Dus nee, dat is niet mijn ambitie inderdaad om daar echt mee door te gaan. Maar wie weet, ooit weer een keertje, maar staat voorlopig niet op de planning. Ja, de focus nu eerst op steeltip. Zeker. Vorig jaar stond je al op inderdaad 2 Eurotour toernooien op de Players Championship Finals. Dus je hebt al een soort van walk-on meegemaakt. Met wat voor liedje kwam jij op of ga je opkomen? De eerste keer kwam ik op met Astronomia van Tony G en Vince, volgens mij. Oké. Dat is een, ja, zonder zang, maar dat is gewoon een lekker deuntje, dus dat vind ik prima. De tweede keer had ik een ander opkomstnummer, want toen was er net een goede vriend van mij overleden. Dus die had ik de dag voordat ik moest gooien, had ik zijn uitvaart. Dus toen had ik als welkom nummer zijn opkomst, of zijn crematienummer, zeg maar, had ik. Wauw. Ja, want hij zou er eigenlijk bij zijn. Dus toen dacht ik, ja, dat voelde voor mij wel goed om dat te doen. Maar ik denk, ja, voor de volgende keer, ik weet het niet precies, de Player Championship Finals hadden we dan geen welkom nummer. Alleen, ja, ik denk wel dat het bij Astronomia blijft voorlopig. Oké. Darters worden ook vaak een bijnaam wordt eraan vastgeplakt. Zijn er al mensen rondom jou die een leuke bijnaam voor jou hebben verzonnen? Ja, ze hebben wel één bijnaam waar ik die zelf niet zo heel erg blij mee ben. Oh. Want iemand die noemde mij Schuimpje. Waarom? Geen idee. Maar dat, toen ik nog in de jeugd speelde, toen werd ik zo genoemd. En ja, dat, op een gegeven moment vond iedereen dat zo grappig dat er eigenlijk een beetje bij is blijven hangen. Ja. Maar dat is niet iets waar ik mee te koop ga lopen of op mijn shirt zet. Zeker niet. Nee, en ik denk dat het ook weinig succes heeft in Engeland. Want die weet niet hoe je het moet precies, uitspreken. Dus. Nee, inderdaad. Dus dat hoeft voor mij niet. Nee, ja, ik heb ook wel Giant. Want dat is natuurlijk Gian met een T erachter. Ja. Maar nee, ik ben er ook nog niet echt op verkocht in ieder geval. Oké, dan zullen we dat aankijken in ieder geval. De aankomende 2 jaar speel je, minimaal de aankomende 2 jaar speel je op het PDC-circuit. Zijn er
bepaalde doelen die je al voor jezelf hebt gesteld? Ja, natuurlijk. De eerste jaar is natuurlijk altijd het doel om het WK te halen. Play Championship Finals nogmaals dan en het WK. Dat is als je voor je eerste jaar toe gaat, is dat gewoon een prima doel. En dan heb je dat gehaald, dan zou ik zeggen dat je in ieder geval gewoon een goed jaar hebt gehad. Ja, dus dat is eigenlijk sowieso weer één of meerdere Eurotours halen. En ja, kijk, met de Pro Tour heb ik natuurlijk vorig jaar finale gehaald. Maar om dat dan te zeggen dat dat ook weer persoonlijk het doel is voor dit jaar, natuurlijk zou het mooi zijn, maar ik denk dat dat voor een eerste jaar wel vrij hoog gegrepen is. Maar ja, je weet nooit. Als het één keer lukt, kan het natuurlijk meerdere keren. Maar het hoofddoel is in ieder geval het WK halen. Oké, dan wens ik jou alvast heel veel succes. Dankjewel. En veel plezier de aankomende 2 jaar. Gaat goed komen, dankjewel.